Dat is hem. Dat is een Safety Award. En die wordt uitgereikt door het Liftinstituut. Dit zijn Wil en Jifu, de twee liftmonteurs van woonsteden. Zij zorgen voor de 120 liften van woonsteden in Ede en omgeving. Veel huurders van woonsteden zien ze niet, omdat ze vaak achter de schermen aan het werk zijn. Maar toch zorgen zij ervoor dat iedereen veilig en zonder problemen met de lift kan. Wist u dat beide heren onlangs een prijs wonnen voor de meest veilige liften van Nederland? We hebben een Safety Award gekregen van het Liftinstituut. En dat houdt in dat we de liften toch wel goed onderhouden. Nou, we zijn super trots dat we deze prijs gewonnen hebben. Het is natuurlijk niet niks om 0% afkeur te hebben. Hoe doen we dat? Wij doen al het onderhoud zelf. Storingen doen we zelf. Alleen de grote klussen besteden wij uit. Ik vind het belangrijk dat de liften goed functioneren, dat de mensen de lift kunnen gebruiken en dat er bijvoorbeeld geen storingen zijn. We kijken technisch of alles in orde is. We voeren testen uit voor de veiligheid, want dat is het belangrijkste natuurlijk bij liften, dat de mensen veilig op en neer kunnen, dag in dag uit. Dit bevindt zich in de liftmachinekamer bij een tractielift, zoals je ziet met staalkabels. En als er ergens dan op een knopje wordt gedrukt op de verdieping, dan zorgt de liftbesturing ervoor dat de lift naar de juiste verdieping gaat. En dan wordt de motor aangestuurd. En die stuurt dan weer deze schijf aan met staalkabels. Kijk, zoals nu wordt er gedrukt. Dan komt hij omhoog. En dit zie je normaal natuurlijk niet. Het is alomvattend. Het is mechanisch, elektronisch, elektra. Alle vakgebieden zitten in één installatie. Dat is eigenlijk de oorzaak dat ik een liftmonteur ben geworden. Gewoon het feit dat je drukt op een knopje en er gebeurt ontzettend veel. Omdat Woonsteden een van de weinige woningcorporaties is die eigen liftmonteurs heeft, kreeg Woonsteden ook de tweede Safety Award, namelijk die voor lifteigenaren. De betrokken medewerkers werden hiervoor in het zonnetje gezet.